Ik ben hier komen werken na mijn examens op de HAVO. Ik ben eigenlijk gewoon begonnen in het magazijn. Ik denk dat ik het leukste uiteindelijk vond om gewoon de verantwoordelijkheden te krijgen. Ja, het was eigenlijk meer een leerproces, want het leren maakte het leuk. Je merkt een hele open cultuur. Je merkt ook dat je uiteindelijk, ja, je kan eigenlijk alles benoemen. En dat het ook wordt gewaardeerd. En ik denk dat ik dat wel mee kan nemen in de toekomst. Net als natuurlijk gewoon de werkervaring in de zin van verantwoordelijkheden hebben moeten nemen. En gewoon echt in een team werken. Ik denk wel dat ik hier geleerd heb dat inderdaad hard werken er gewoon bij hoort. De cultuur en uiteindelijk gewoon de openheid waarmee je gewoon onder elkaar kan communiceren. Geen problemen zijn en als er wel problemen zijn, dan heb je ook altijd mensen waar je terecht kan. En dat is denk ik wel waarom ik uiteindelijk het hier ook wel naar mijn zin heb. En dat het ook wel goed voelt om hierheen te gaan. Je kan lekker je eigen uren bepalen, je krijgt goed betaald, je krijgt altijd consequent uitbetaald. Dus voor mij was het toen de tijd een hele goede vakantiebaan. Ik ben Victor, 24 jaar. Ja, er wordt gewoon veel met elkaar gelachen. En dat maakt het wel gezellig.